In 2019 maakte Team Alert nog meer impact. Online, door interactieve communicatie, campagnes en natuurlijk één op één tijdens onze interventies. In het hele land hebben we jongeren bereikt. Zo hebben we impact gehad op de levens van meer dan 100.000 jongeren. Jongerenorganisatie Team Alert houdt zich bezig met jongeren en risicogedrag, omdat we de levens van jongeren gezonder, gelukkiger en veiliger willen maken. Team Alert richt zich daarom op relevante maatschappelijke thema's zoals verkeersveiligheid en een gezonde levensstijl. In 2019 voerde Team Alert in totaal 995 interventies uit. Daarnaast deed Team Alert verschillende onderzoeken, namelijk 15 user experiences, 26 focusgroepen, 5 effectmetingen, 5 procesevaluaties en 41 vragenlijsten aan het jongerenpanel. Externe toetsers vinden de projecten van Team Alert zeer geschikt om gedrag te veranderen. De projecten hebben gemiddeld een gedragspotentie van 4,5 ster. Team Alert bereikte in 2019 101.637 jongeren om hun gedrag te veranderen. Deze jongeren geven zowel onze projecten als de uitvoeringsmedewerkers een ruim voldoende. Om de veiligheid van maaltijdbezorgers te verhogen, heeft Team Alert in opdracht van Takeaway een pakket aan maatregelen ontwikkeld. Ook heeft Team Alert met Interpolis onderzoek gedaan naar afleiding in het verkeer. Zo is de app Phono gelanceerd. Deze app helpt je om mobielvrij te fietsen. Team Alert voert samen met Samsung een VR-project uit. Aanvullend is onderzoek gedaan naar het gebruik van smartphones op de fiets. Daarnaast helpt Team Alert met haar nieuwe project Muurvast groepsdruk te verminderen. Team Alert heeft ook Rijtrip Vrij gelanceerd. De boodschap van deze campagne? Wacht met rijden na ecstasygebruik. In totaal is er 1.978.835 keer een jongere bereikt met deze campagne. Team Alert haalde in 2019 445 keer de media met wel 20 verschillende onderwerpen. De campagne Ik Rijd Tripvrij was vandaag in Utrecht Centrum niet te missen. Deze roze ecstasypil moest de aandacht trekken en niet alleen als grap. Iedereen ziet wel de serieuze zaken in voor wat wij hier aan het doen zijn, dus dat is mooi. Verkeersongelukken door alcohol komen zorgwekkend vaak voor. Maar jongeren gebruiken steeds vaker ook drugs achter het stuur. Hanna Hamans van Team Alert maakt zich zorgen. Team Alert gelooft in de stem van jongeren. Daarom wordt hun mening meegenomen bij alle ontwikkelingen. Het aantal jongeren in het jongerenpanel is verdubbeld en telt maar liefst 3000 leden. Op het kantoor van Team Alert werken 20 vrouwen en 9 mannen. De gemiddelde leeftijd is 27. Team Alert heeft 60 uitvoeringsmedewerkers, waaronder 42 vrouwen en 18 mannen. De gemiddelde leeftijd daar is 22.